Dit is de Heerbaan in Breda. En op maandagavond 2 januari werd dit tankstation overvallen. En de medewerkster die die avond dienst had, zal deze avond niet snel vergeten. Het is tegen 9 uur 's avonds als ze buiten wat heeft opgeruimd. Dan komt ineens de overvaller de hoek om. Met een flink mes in zijn handen. Zo dwingt hij haar mee naar binnen te gaan. Daar moet ze de deur naar de kassaruimte openen en dan spreken de beelden voor zich. De medewerkster is bang. Bang dat hij haar iets zal aandoen. Let op het grote mes dat hij in zijn handen heeft. Het is nog niet voorbij. De overvaller wil alleen maar meer geld. Hij wil ook nog naar de kluisruimte. Maar de medewerkster heeft geen idee hoe de kluis open moet. Dus daar houdt het echt op voor de overvaller. Uiteindelijk gaat hij er via de achterdeur weer vandoor. Via deze deur vluchtte hij weer naar buiten. Kort na de overval werd zijn spoor opgepikt door een politiespeurhond. En vervolgens ging hij die kant op. Om een paar honderd meter verderop hier uit te komen, tegenover winkelcentrum Bisschopshoeve. Hier steekt hij waarschijnlijk de straat over en gaat verder de Kapelstraat in. Iets verder in de Kapelstraat, ter hoogte van het Besteveld, raakt de hond het spoor kwijt. Ook de opgeroepen politiehelikopter vindt geen spoor meer van de overvaller. Is hij ergens in een auto gestapt? Ergens naar binnen gegaan? Het lijkt er sterk op dat hij de weg goed kent in deze buurt. Misschien komt hij er wel vandaan. Zegt u iets, laat het ons dan weten. Laat ook van u horen als u zich iets herinnert van die maandagavond 2 januari tegen 9 uur. Was u in de buurt van de Heerbaan in Breda, dan heeft u misschien iets gezien of gehoord dat met de overval te maken kan hebben. En het belangrijkste, heeft u een vermoeden wie de man op de beelden kan zijn? Let ook even op het opvallende vest van de overvaller. Het is een vest of trui van het merk Puma. Onder de capuchon draagt hij een pet met een zwarte klep. Zeggen deze details u iets? Dan kunt u helpen deze man op te sporen. Bel uw tips door via 0800 6070. Ook anoniem kunt u informatie delen. Bel dan met 0800 7000, het nummer van de M-lijn Meld Misdaad Anoniem.